Hoi allemaal, welkom bij onze musical Toro. Leuk dat jullie hier zijn. In deze musical zou een pauze plaatsvinden van ongeveer een kwartier waarbij we koffie en thee kunnen drinken. Aan de zijkant staat een camera, wilt u daar alsjeblieft voor bukken? Veel plezier met kijken. Hallo vrienden, leuk dat jullie kijken. Hier zijn ze Ros met de Splitpunt een nieuwe vlog. Nummer 380 alweer. Dikke duim omhoog voor jullie allemaal. Ik heb groot nieuws. Ik ga vandaag naar de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower feest ik geopend. En waar die staat? Ja hoor, hij is gebouwd in Doetinchem. Jongens, dat is Rens en Ros. Echt waar? Dat wordt vet cool mensen. Mark Zuikerberg, de oprichter van Dreamhoek, heeft mij persoonlijk uitgenodigd. Met nog een heleboel andere beroemdheden. Ik wou zeker weten dat het hem is. De enige echte Renzo. Het wordt rijdt een megaparty de wolf in de wolken. En ik, oh nee hè. Jongens, laat me, help! Sorry vrienden, blijf me volgen. Tot gaat die te gek hoge toren. Dikke duim omhoog, later. Ah, wat mag je nou zeggen? Renzo, peace, Renzo. Spreekt de intelligente lift van firma de Wim BV. U bevindt zich nu op verdieping 702, het dak van de Dream Tower. Dat is andere koek. Geniet van het uitzicht en bedankt voor uw bezoek. Want wij zijn zo hoog.
dames en heren, jongens en meisjes, wat een winter. Ik heet jullie allen hartelijk welkom bij de feestelijke opening van de Dream Tower hier midden in Doetinchem. U heeft vast al genoten van het geweldige uitzicht. Daar aan de westkant kunt u heel mooi de school zien liggen. En kijkt u aan de andere kant, dan ziet u de kerk in de stralende zon. Dit spektakel wordt in 38 landen uitgezonden. Maar voor we live gaan, eerst de huishoudelijke mededelingen. Heeft u al uw telefoon op stilstaan? Ja? Heel goed. Dan geef ik nu graag het woord aan EHBO. Hallo beste mensen. Wat een wind, hè? Ik ben EHBO en ik sta garant voor uw eigen veiligheid. Omdat we zo hoog zijn, kunt u zich wel thuis de lucht voelen. Ik wil u ook dan vragen om even heel langzaam in- en uitademen. Ja? Doe maar. In en uit. In en uit. Heel goed hoor. Het is net alsof u al vaak geademd heeft. En dan het volgende. De nooduitgangen. Die zijn nog niet af. Ja, sorry, het gebouw is nog erg nieuw en nog niet alles is klaar. Als er problemen zijn, zou ik u graag alle één voor één in de lift helpen. Nou, zijn er nog vragen? Meld u zich gerust bij mij. Dankjewel, EHBO. Eerst laten we zien hoe het zo ver kunnen komen. Kijkt u mee naar een korte presentatie over het leven van Mark Zuckerberg. Hij is de grote man achter Dreambook en de Dream Tower. Vanaf het moment dat Mark Zuckerberg werd geboren, keek hij al omhoog. Vanuit zijn wieg zag hij de wolken en hij droomde er toen al van in die wolken te zijn. Niet zo gek misschien, met een vader die hijskraanchauffeur was en een moeder die een hoge functie had bij KLM. Mark bleek een bijzonder kind. Van jongs af aan wilde hij hoger op. Hoger en hoger. Naar de top. Hij bouwde boomhutten in de hoogste bomen en zat regelmatig op het dak te staren naar de hemel. Zijn ouders waren als de dood dat hij een keer zou vallen. Ten einde raad haalden ze er een psychiater bij. Die vertelde dat Mark een volkomen normaal kind was, maar wel een dromer. Bovendien was Mark bijzonder intelligent. Hij vierde zijn afscheid van de basisschool met een zelfgeschreven groep 4 musical en kwam van het gymnasium toen hij net 13 jaar was. Terwijl zijn vriendjes zaten te gamen, ontwikkelde Mark juist zijn eigen games. Hij was een echte computer wizard en werd er al gauw schatrijk mee. Maar hij bleef een dromer en startte toen het sociale platform Dreambook. Tegenwoordig zitten er dagelijks miljoenen, misschien wel miljarden mensen op Dreambook, waar ze hun dromen met elkaar delen. En zo kon Mark ook werken aan zijn eigen droom, de hoogste toren van de wereld. Hij liet de beste architecten ontwerpen maken, nodigde wolkenkrabberspecialisten uit Amerika en Dubai uit en koos het mooiste ontwerp. Uiteraard het ontwerp waarbij de toren het hoogste was. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt. En nu bent u erbij op het dak van de hoogste toren van de wereld. De Dream Tower. We wensen u veel plezier. Dames en heren, we gaan een heleboel beroemde gasten ontvangen die we uiteraard begroeten met applaus. Zullen we dat even oefenen? Ja? Ik zeg bijvoorbeeld graag een hartelijk applaus voor een van onze grootste sportmannen. Hier is Memphis Bogues! Merci, merci. Wat een wind, hè? U heeft het goed gezien. Dat is natuurlijk niet Memphis. Maar mag ik u even voorstellen, onze Franse chef-kok Jean-Pierre, dames en heren. Dat applaus klinkt al heel aardig, maar het kan nog beter. We hoeven het nog een keer. Dames en heren, hier is koningin Maxima! Dank u wel hoor. Wat een wind, hè? Nee, ook Maxima komt natuurlijk niet echt. Maar speersjes Maartje en Klaartje zullen alle gasten gaan bedienen. Dankjewel Maartje en Klaartje. En hou dat vast, dat applaus, dames en heren. Nu gaan we echt beginnen. We weten al wat meer over hem. De man die nu uit de lift komt. De man die alle dromen waar maakt. Hier is uw gastheer, Mark Zuckerberg! Ja.
Nou zeg, wat een lekker windje, hè? Dank u, dank u. U bent uitgekoren om bij mij deze speciale opening te zijn. Waar is mijn speech nou? Geen idee, daar hebben we ook geen sjoegel van. Wie zijn jullie? Dat is even lekker. Meneer, je kent ons ineens. Wij zijn Nel en Nelly. Maar wat doen jullie hier dan? Ja, daar word je toch ook galus van. We zijn die chefs aan de terp. Die boven kennen uit helftse naar de spuis zitten klaar met ons schoteltje. Dus dames en heren, als er iemand heilig naar een groet, kost me 20 cent. Mevrouw, dit is een officieel moment. 20 cent, we kunnen niet wel betalen, zoals hij ze meer goed in slappen was. Ja, dankjewel Nelly. Je mag natuurlijk ook meegeven, hè. We zeggen altijd maar zo een voice naar mij niet aan. Dankjewel, Nel. Nou, sorry hoor. Ik kan mijn speech niet vinden, Sophie. Kom, jij de eerste gasten maar aan. Ja hoor, de eerste gast, dames en heren, is iemand die elke dag op tv is. Wie kent hem niet? De beroemde... Ja, hallo, daar ben ik dan weer. Wil de Weerman met weer veel weer alweer, dames en heren. Wil de Weerman, wou ik zeggen. Want, dames en heren, wat een lekker weertje hier, hè. Ja, het weer was een heerlijke breed vandaag. Hier op zijn hoge toren is het weer natuurlijk weer heel anders dan we hadden verwacht. Stop! Wat nou weer? U hoeft het weer vandaag niet te presenteren, hoor. Kom, er zet een drankje voor de klaar in het restaurant. Maar het weer dan? Dat kan altijd later nog. En dan nu, dames en heren, twee dames die vaak de hoofdrol speelden in heel veel films. De beroemde actrice Stella en Ellen Lures. Mijn hemel, wat een wind hier. Mijn kapsel gaat helemaal door het waar. Vreselijk. Dames, welkom. Wat een eer. Dat is ook een eer voor jullie. Ach, overal waar we komen lopen ze met ons weg, hè. Tja, we zijn het gewend hoor, als je zo beroemd bent. In het restaurant staat een drankje voor dit jaar. Dames en heren, nu komt naar boven een poprof waar ik zelf weg van ben. Vrouw van de zanger dan. Wie is de beroemde rockband? Robbie on the Rocks! Wat geweldig! Naar de Beatles en U2, nu concert op de hoogste vlak van de wereld. Welkom hier. Hi there, wat een wind hier, oh. Oh Rocky, ik vind jouw muziek fantastisch. Dat is je ook, Moppie. Hey, misschien kunnen wij samen wel gaan drinken. Oh ja, maar wacht, ik moet even presenteren nu. Hebben ze hier een beetje een leuke bar? Deze kant op. Sorry dames en heren, nu komt de sportclub van het jaar. Zij hebben dit seizoen alle prijzen gewonnen die maar te winnen vielen. De hockeymeisjes van Slarop! Wie kan de hele wereld aan? Sla erop, sla erop, bovenaan. Wie gaat steeds weer hoger op? Sla erop, aan de top. Ach, wat leuk. Mag ik u nog hartelijk feliciteren met het kampioenschap? Dank u wel, meneer Suikerberg. Jullie kunnen doorlopen naar het restaurant. Oh, heerlijk, meneer Suikerberg. Dames en heren, 2 jaar geleden had nog niemand van hem gehoord. Toen begon hij met zijn eerste videoblog. Zijn vlog, zoals dat heet, en nu heeft hij al meer dan 1 miljoen volgers. Wij weten alles van zijn privéleven. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal. Hier is Renzo Ros! Ja! Welkom op de hoogste toren van de wereld. Meneer Suikerberg zelf, op mijn moeder na, bent u mijn grootste voorbeeld. Wat een geweldige lift is dat. Hij deed precies 2 minuten en 43 seconden over 702 verdiepingen. Ja, dit is een computergestuurde lift van de VinBV. Fantastisch! Dat moet mijn moeder eens zien. Meneer Suikerberg, we zijn al 5 jaar, 4 maanden, 3 weken, 2 dagen, 7 uur, 46 minuten en 32 seconden uw grootste fan. Het valt allemaal te berekenen. En dat is gemeten met onze atoomklokkerloosjes. Gekregen van mijn moeder. Lief, hè? Nou, fijn dat ik nog echte fans heb. Ik heb jullie uitgenodigd door jullie grootste internettalenten van Muze. We zijn dit toch echte nerds. Nou, kom op. Dames en heren, 2 jaar geleden had nog niemand van hem gehoord. Toen begon hij met zijn eerste videoblog. Zijn vlog zoals dat heet. En nu heeft hij meer dan 1 miljoen volgers. Wij weten alles van zijn privéleven. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal. Hier is Renzo Ros. Ja! Dat is niet zo.
Renzo Ros. Wie bent u? Ik ben mevrouw Boterhoofd. Boterhoofd? Niet Renzo Ros? Nee, Boterhoofd, ja. Eigenlijk Jans hoor, maar toen ben ik gedaan met Bart Boterhoofd en heet ik Boterhoofd. Interessant, maar niet heus. Wat doen jullie hier? Bart moet een paar nieuwe overhemden hebben. Is het niet dezelfde van de V&D? Nee, dit is niet de V&D. Gaat u alsjeblieft op de vrouwenkant, want daar zie je wel, dames en heren. Een hartelijk applaus voor de enige echte... Renzo Ros! Hey, ik ben Boris. Welkom bij mijn vlog. Ik ben Renzo Ros en vandaag ben ik niet zomaar ergens. Nee, ik ben een Doetinchem. En staan op de hoogste toren van de wereld. En wat een wind hier. Kijk beste volgers, dit is toch wel heel speciaal. Een toren van een kilometer hoog. En wat waait het hier. Ongelooflijk. Kijk dan hoe hij loopt. Dat zou mijn moeder eens moeten zien. Te gek. Het enige echte Renzo-loopje. Wat cool, kijk zo. Dat kunnen wij ook. Moeilijk hoor. Kijk, daar wil oprichter van DreamWorks, Mark Zuckerberg zelf. Welkom Renzo, welkom. Jij hebt laten zien dat iedereen beroemd kan worden door gewoon zichzelf te zijn. Vloggen heeft de toekomst. Nou, dikke duim ook voor u, meneer Suikerberg. Zeg, wat is er eigenlijk ongeveer precies dan vloggen? Weet je dat niet eens? Nou, ik ook niet hoor. Dat is een soort dagboek, maar dan gefilmd. En uitgezonden op internet, zodat iedereen alles weet over zijn privéleven. Alles? Jullie bedoelen toch niet echt alles? Jawel, alles. Ze zijn toch niet gewijn hoofd hoor. Ik hoop dat er geen familie van erbij is. Nee toch, hè? Het zal je toch gebeuren. Kijk volgers, er is zelfs een hele zaal vol publiek op die gek hoge toren. Laat die dikke duim eens zien. Ja, ja, duimpje zo. Maar het wordt nog veel mooier. Straks zal Rocky met zijn band een concert geven en zal meneer Suikerberg de Dream Tower officieel openen. Ja, als ik mijn speech kan vinden. Hoe kunt u allemaal een prikje vorkje à la restaurant? Oh, lekker. Aanvallen! Thank you.
Liefdagboek. Het is zo vreemd om hier te werken, een kilometer boven de grond. Er lopen hier een heleboel beroemde mensen rond. En toch, toch is het best eenzaam. Niemand hier weet dat ik morgen jarig ben. We moeten niet te vergeten te blijven trainen. Morgenavond wordt er weer een belangrijke wedstrijd. Ja, hier. Komt-ie. Hey, hallo. Wat ben je aan het schrijven? Oh, niks speciaals. Is dat je dagboek? Ja. Dat is toch je oude wet? Zoiets zou je toch tegenwoordig op het internet? Ja, natuurlijk in een blog of in een vlog zoals Grens heeft, zodat iedereen mee kan kijken. Ja, maar als ik nou niet wil dat iedereen meekijkt... Ja, wat heb je er dan aan? Waarom zou je al alles opschrijven als niemand het kan lezen? Precies, dat heeft geen zin. Oh, kijk! Renzo! Hi, Renzo! Die kleine hoogwaarde. Had je nou over een dagboek? Wat is dat? Maatje, daar. Je hebt een dagboek. Oh, niks speciaals hoor. Ik vind het gewoon fijn om op te schrijven wat ik meemaak. Puur voor mezelf. Puur voor jezelf? Dat is wel heel bijzonder. Ik deel altijd alles met iedereen. Ik niet. Nergens voor nodig. Hoi, ik daar hem over jou. Kijk, daar zit Renzo. Ja, Renzo. Hé, hey, Renzo, smet je dikke duim. Man, zo populair vroeger, dat is toch eigenlijk een popster, of niet dan? Zeker weten. Poeh, ik denk daar ook voor jullie. Meneer de Weerman, omdat u bijna net zo beroemd bent als wij, willen wij wat vragen. Vindt u het ook trend wat er gebeurt? Ja, de enorm harde oostwind die nu gaat opsteken, dat is inderdaad vreemd, mevrouw. Nu op zijn hoogte is dat niet abnormaal. Nee! Daar hebben we het helemaal niet over! Ik heb het over die vreemde jongeman daar, die niets kan en toch vroeger is dan wij. Renzo Rot, wat is die populair, hè? Maar kijk eens, die wolken. Er komt storm. Tijd voor een noodweerbericht. Dames en heren, houd u vast. Op zo'n enorme hoogte kunnen uit het niets enorme rukwinden ontstaan. Dit is code rood. En dan komen die purple pimple paars. Wat heeft die vogel nou ineens? Hij zegt dat het hard gaat waaien. Nog harder. Hou je vast. Trek je tal. 1, 2, 3, storm. Oh! Ah, oh, mijn hemel! Help! Snel naar binnen! Kijk jongens, we moeten hier hard gaan waaien. Nieuwe normaal, levensgevaarlijk. We moeten zo snel mogelijk naar binnen. Dikke duim op! Ah! Help, Renzo, ik hou het niet meer! Hou mijn antwoord, maatje. Opgepast, daar gaan we! Nou, wat een storm was het, mensen. Zitten jullie nog allemaal in je stoel? Ja? Niemand wegwaait? Gelukkig. Gewoon blijven ademen, hè? Goed dat ik daar straks nog even gezegd had. Nou, als er iets is, jullie weten me te vinden. Kan iemand ons helpen? Die stommeling doet niet. Wij willen naar beneden. Mevrouw Loeris, heb je voor zo'n probleem? Wij willen hier weg. Waarom? Het lijkt wel of mensen die niks kunnen belangrijk zijn dan wij dus. En ik heb hoogtevrees, dus ik kom ook nog die storm. Hier met het niks. En het is nog wel een liefde van die Fien BV. Beste liefde van La Mondaine. Dat zijn mijn schikker. Parbleu, hij is helemaal dood. Wij willen hier weg. Anders neem ik gewoon een trap. Er is geen trap. Hé, hey, beste volgers. Even nog steeds op die te gekke toren. En kijk nou, er gaan al mensen terug naar beneden. Oh nee, daar heb ik die talentloze film weer. Ho, vlogger is een artvorm. Vette kunst. Madame Lures wil graag naar beneden. Maar die liefde is kapot. En het is nog wel een lift on the Vim BV. Gelukkig heb ik hier een paar zeer goede klusjes, mannen. Gert en Bert, werk aan de winkel. We zijn wel, staan paraat. Wij krijgen alles aan de praat. Voor ons is het een klus van niks. In 5 minuten gefixt. Nee, dat laatste ruim niet. Maar wel bijna, toch?
kwam een vrouwtje hier, die zei ik voel me rot. Ik heb een mooi oud klokje hier, maar nu is hij kapot. Hij loopt van achteren naar voor, zo ken ik er dus niet meer door. Als iedereen een koffie zet, lig ik nog in mijn bed. Vrouwtje, niet getreurd, want u bent nu aan de beurt. We maken hoop aan de achterkant, kijken naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand en is iets aan de hand. Weet u wat het is? Met dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten, is u weer aan de praat. Hey! Vandaag kwam er een opa hier, die zei ik voel me rot. Ik heb een oude wasmachine, maar nu is die kapot. Als ik hier het deurtje sluit, maakt hij daar zo'n raar geluid. En iedereen die ruikt zo fris van kruid naar kattenvis. Meneertje, niet getreurd, want u bent nu aan de beurt. We maken hem ook aan de achterkant. Kijken dan naar de binnenkant, geven meteen een tussenstand, er is iets aan de hand. Weet u wat het is, met dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten, is hij weer aan de praat, hey! We kunnen alles maken, Gert en Bert. We kunnen alles vragen, Gert en Bert. We zitten nooit te varen, Gert en Bert. We zullen nooit te zaken, Gert en Bert. We kunnen alles fixen, Gert en Bert. We zitten nooit te niksen, Gert en Bert. We kunnen alles maken, Gert en Bert. We zitten nooit te malen, Gert en Bert. We maken hem op aan de achterkant, kijken naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand. Er is iets aan de hand. Weet u wat het is? Met dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten, is hij weer aan de praat. Hey! Hey, hebben jullie ook geen verbinding meer? De wifi ligt eruit. De wifi en de 4G. Zo kan ik mijn moeder niet appen. Klopt, ik heb ook geen verbinding meer. En ik wou dit net allemaal gepost op Dreambook. Vergeet het, alles ligt eruit. En bellen gaat ook niet meer. Wat krijgen we nou toch weer? Sophie, hoe kan het nou? Dit is verschrikkelijk. We hebben ineens geen contact met de rest van de wereld. En het rare is, ook de camera's doen niet meer. Niet één. Dat is helemaal verschrikkelijk. Wat heeft het nou voor zin als de rest van de wereld niet mee kan kijken? Gert en Bert, lukt het al? Nog niet, baas. Spek niet, baas. Het is nog wel een computergestuurd lift van de VVV. Ongelooflijk! Geen lift, geen trap, geen camera's, maar er zit straks echt vast hier! Straks? Nu dus al! Ik vind het helemaal niet meer leuk. Dat kan toch niet waar zijn? Ah! Geen paniek mensen, geen paniek. En het hoofd voor de mensen in de zaal. Allemaal rustig blijven ademen mensen. Ik zie daar mevrouw die doodeng doet. Nou mevrouw, ik kan u zeggen, er is niks aan de hand. Ja, maar de lift is stuk. Behalve dat de lift stuk is. En er zijn geen nooduitgangen. En behalve dat er geen nooduitgangen zijn. En de camera's doen het niet meer. En behalve dat de camera's het niet doen. Het internet ligt er ook uit. En alle telefoonlijnen. En behalve dat we geen enkele verbinding met de buitenwereld meer hebben, is er niks aan de hand. Ah! Mijn hemel, is het waar? Zeg dat niet waar is. Zit u hier echt vast? Ja! Maar dat is vreselijk! Ja! Stel je voor, straks gaan we hier dood! Oh jee! Hoe zijn jullie verzeld? Oh, waar maak ik meer mee? Was ik maar thuis gebleven op de bank bij de tv? Ik wil zo graag naar huis, het liefste nu meteen. Is er dan echt iets aan te doen? Moet ik hier echt doorheen? Wat een frustratie, we zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie, we zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie,
op deze topaccommodatie? Heeft er iemand inspiratie? Heeft er iemand een idee? Zat ik maar in mijn stoel, mijn lieve poes op schoot. Of smeren in mijn keukentje fijn pindakaas op brood. Of voed ze in mijn tanden, of voeden mijn konijn. In plaats daarvan zit ik hierboven waar ik niet wil zijn. Wat een frustratie. We zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie. We zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie. Op deze topaccommodatie. Heeft er iemand inspiratie? Heeft er iemand een idee? We zitten echt in de puree. Nu is iets van gas op tv. En ik het weer in een schuldeur. En ik moet echt naar de wc. Wat ruik ik, is dat diarree? Kom dan maar even met ons mee. Ik heb zo zin in rook van thee. Rustig blijven ademen dus. In, uit, in, uit. Kom, we nemen gewoon de trap. Er is geen trap. Monsieur Zuckerberg, ik hoop dat het niet te lang duurt met uw liefst. Al de eten voor vanavond zo vers bezorgd worden. We doen er alles aan, champje. Bert, lukt het al? Natuurlijk baas, het is ochtend in verkeer. 5 minuten. Ja, ja. En als het gaat om eten, dan kunnen we altijd nog elkaar opeten. Wij hebben ooit in een filmpje gezien van een vliegkamp waarin... Nee, oh. Ja, sorry. We kunnen tussen de aandacht trekken van de mensen beneden. Met Roxy en Jalet. Ik heb een prima barbecue gedaan. Goed idee, Jean-Pierre. En misschien zijn er nog andere ideeën. Kom, vergadering in het restaurant. Oei, daar komt iemand. Hallo beste boys, hier is Renzo Roos met een nieuwe vlog vanaf de Dream Tower. Op dit moment kan ik niet iets uitzenden. Ik wou compleet afgesloten van de buitenwereld. Is dat sensatie of niet? Het is gewoon meer een giga-uur flexwack of zoiets. Ik weet niet wat het is, maar ik word echt niet meer blij van het vloggen. Liefdagboek, de lift doet het niet. Dus we moeten hier misschien wel overnachten. Sommige mensen lopen te mopperen en nog steeds weet niemand of we hierboven vastzitten. Maartje, ik heb jou nodig in die keuken, s'il vous plaît. Ja, baas, ik kom. Hoe kunt helpen met die rooks en jalen met die barbecue? Oké, ik hoop dat het werkt. Doorgewerkt. Ja, zolang je lift niet doet en zolang er geen ladder is, rij je gewoon een ladder. Strakjes, als die lang genoeg is, kan een van de jongelui naar beneden laten glijden. Om op te halen. Net als Gaponsje. Ja, we mogen wel stevig doorwerken hoor. Daar gaan we weer. Gezellig. Wat is dit allemaal? Een lange slinger om hulp te halen. Ja, dat lukt toch nooit rare bejaarde mensen? Zeg, brutaaltje. Wat meer eerbied voor oudere mensen, hè? Hebben jullie soms een beter idee? Jazeker, wij gaan gewoon heel hard naar beneden roepen.
Oei, het is wel erg hoog, hè? Laten we toch maar proberen. Klaar? 1, 2, 3. Help! Help ons! Hero! Wat is er aan de hand? Wat is er los? Oh, waren jullie zo aan het schreeuwen? Ik dacht dat er gewonden waren gevallen. We proberen de mensen te waarschuwen dat we hier vastzitten. Oh, die horen je toch niet? Veel te hoog! Maar kijk, ik heb een megafoon. Luister! Hallo mensen! Geen paniek! Rustig blijven ademen! In, uit, in, uit. Alles gaat goed, vooral kalm blijven! Alles gaat goed, kalm blijven. Maar Joop, je moet toch juist om hulp roepen? Oh ja, stom. Macht en gewoonte. Aan de kant, hoofd er even bij. We gaan naar de mensen beneden seinen met spiegeltjes. Moorsensignalen, dat heb ik nog van mijn moeder geleerd. Hoe werkt dat precies? Nou hebben we berekend, als we het zonlicht vangen in de hoek van 90 graden, dat ze op de grond onze sms kunnen ontvangen. Dus de zon moet wel schijnen. Ja, natuurlijk hebben we de zon nodig. Hier is Wilde Weerman met alweer een nieuwe aflevering van het Weer met Wilde Weerman. En oké, we hebben nog wat zon, maar we zien duidelijk meer wolkenvelden schijnen die morgen zeker weer voor de nodige buien gaan zorgen, hoor. Ja, Homer Wil, aan de kant. Zeg, wat ga je dit doen? We gaan het vliegtuig laten weten dat we hier vastzitten. Mijn hemel! Nou, sorry hoor, maar wij denken dat het niet gaat werken, hoor. Haha, alsof ze erboven denken, oei, een sms, laat ik eens gaan landen. Haha. Ah, aan de kant, ik ga landen! Kijk nou, een parachutist. Ik zei toch dat het zou werken? Goedendag allemaal. Ik miste de toren bijna, joh. Een windvlag. Hoe komt ons redden? Wat fijn. Redden? Zo. Omdat we in het pas zitten. De lift doet het niet en alle verbindingen zijn uitgevallen. Mijn hemel! Dit is toch de Dreamtown die vandaag geopend werd? Mij wel gaan ze te mieten landen. Nou, neem de trap wel. Doei! Er is geen trap! En er is ook bijna niets meer te eten. Moeten we elkaar misschien wel gaan opeten? Wij hebben ooit eens een film gezien van een vliegham waarin... Nelly, stieflet. Nou, sorry hoor. Zeg, als jullie nou eens rooksignalen probeerden... Hebben we al gedaan. Of gaan heel hard naar beneden roepen om hulp? Hebben we al gedaan. Zou ook kunnen gaan zijn met spiegeltjes. Hebben we al gedaan. Nou, grote letters? Nee hè? Ja, ho maar. Er is maar één manier om die lui daar beneden wakker te schudden. En dat is met keiharde rockmuziek. Sluit de gitaren aan. Kom maar op met die beukende trucs. Draai de knop op 10. Hey, hey! En pak maar je gitaar. Hey, hey! Laat alle mensen zien. Hey, hey! We zijn hier in gevaar. Drum zo hard je kan. Hey, hey! En maak een flink kabaal. Hey, hey! Ik heb een beter plan. Hey, hey! Voor jullie allemaal. Dag beste mensen, we zijn hier boven. Maar we willen naar beneden. Wie wil hier naar beneden? Zwaai dan met ons mee. Dit is een festival, wil je naar beneden? Zing dan maar voor twee. Dit is geen carnaval, dit is geen coole band in een hele grote hal. Nee, dit is geen mooie show. Dit is een noodgeval. Dit is een noodgeval. Morgen gaan we spelen. Hey, hey! Voor 100.000 man. Hey, hey! Ja, en met zoveel. Hey, hey! Houden ze ervan. Om lekker hard te schreeuwen. Hey, hey! Om lekker los te gaan. Hey, hey! Maar er zijn alleen maar meeuwen. Hey, hey! Als we hier zo blijven staan. Dag beste mensen. We zijn hier boven, maar we willen naar beneden. Wil je naar beneden? Zwaai dan met ons mee. Dit is een festival, wil je naar beneden? Zing dan maar voor twee. Dit is geen carnaval, dit is geen coole band. In een hele grote hal, nee, dit is geen mooie show. Dit is een noodgeval. Dit is een
dat geval. Dit is een noodgeval. Samen nog wel gaan drinken. Mijn hemel, wat een lawaai! Als ze het daar beneden nou nog niet gehoord hebben. Beste bezoekers van de toren, spits nu allemaal uw oren. Nee hoor, u bent niet geschikt, maar hier spreekt toch echt de rep. Wat zullen we nou krijgen? Jullie zitten hier gevangen, kunnen niet beneden geraken zonder het juiste woord te vinden waarmee je de code kunt kraken. De code? Je ziet hier al 5 letters staan, die vormen samen de VIN. Vind nu nog 1 extra letter en voer die straks maar in. Het paletten van een flauwekul zeg, en dan breng je alles weer naar beneden. Inderdaad, u snapt het wel. Zie het als een heel leuk spel. Jullie krijgen straks van mij een opdracht en zo kom je vrij. Een opdracht? Hoezo? Wat is dit voor flauw grap? Kom maar lief praten. Ja, rijmen. Ik kan supergoed rijmen. Wat hebben we daar nou weer aan? Al praat hij Spaans, al zingt hij het volkslied. Ik wil naar beneden, mijn hemel. Zeg, rare lift, wat is dat precies voor opdracht dan? Hier spreekt de lift. Ik meld mij pas weer morgen bij het eerste ochtendlicht. Kraak de code en je bent vrij. Einde van dit bericht. Daar heb je het al. We moeten hier overnachten. Vreselijk! Maar dat kan niet. Wij hebben morgen een optreden daar beneden en dat willen we niet missen. En wij hebben morgen een belangrijke wedstrijd. En wie laat ons het bello uit vanavond? Sorry mensen, ik kan er ook niks aan doen. Madame, monsieur, in die restaurants zijn tafelkleedjes en gordijnen om te gebruiken als dekens. Ah, die kunnen morgen wel de sjaals knopen. Dan zijn we zo beneden. Mijn hemel, wat een lawaai! Niet normaal meer! Allee, bedtijd. Nou, Batman Boris is helemaal krom. Die lift lijkt wel van gewapend beton. Nee, rijm niet. Jammer, maar het schudde niet veel. Zo, een beetje weerman is overal voorbereid. Alles bij de hand. Zo, zo en klaar. Pompion, eerst even naar de badkamer. Hé, dat lucht op. Maar waar heb ik mijn slof toch laten? Niet tot de overloop. Nee, god, ik moet echt een keer de zolder opruimen. Niet in de serre. Ach, ze staan gewoon onder mijn bed. Hé, lekker slapen. Dat we hier voor eeuwig vastzitten. Mijn hemel! Toch het goed zou zijn als wij nu slapen in Pum, madame Liret. Ja, morgen weer een nieuwe dag. Al krijgen we wel een plans regel voor ons heen. Het wordt steeds erger. Mijn hemel!
Hopelijk die liefde biedt al vaak die opdracht en alles is opgelost. Ik zeg bonnet, goedenacht. Ja, ik kruip er ook in. Wel rusten. Nou, vooruit maar. Al weet ik zeker dat ik geen oog dicht doe. Hey Gentje, moet jij niet slapen? Ja, ook Klaartje. Bert, ik was al een beetje aan het dromen. Mooi hè, dat uitzicht. Fantastisch. Weet je maar, Klaartje, dat we hier opgesloten zitten is eigenlijk een zegen. Die sterrenhemel, geweldig. Ja, waanzinnig mooi. Ga je het gebruiken voor een vlog? Ach nee, allemaal een vloggen. En iedereen die me steeds naapt. Ik ben blij dat jij gewoon tegen me doet. Kijk toch wat een uitzicht, wie had dat verwacht, dat wij hier zouden kijken naar de sterren in de nacht. Zie je daar die stulpen, de kleine beer misschien, zo ver als je kunt kijken. Heb je ooit zoiets gezien? Dit is toch veel mooier dan het wereldwijde weg. Hier komt alles samen, alles wat ik nodig heb. Hier, nu, jij, ik en alles eromheen vervaagt. Ons heen vertraagt. Alles is overbodig. Het leek misschien wel raar, maar we hebben niets meer nodig dan hier en nu met elkaar. Dat ik een vriend heb die hetzelfde voelt als ik. Samen alles zien en samen simpel er te zijn. Jij die mij begrijpt, hier naast me is ontzettend fijn. Alles is overbodig. Het klinkt misschien wel waar, maar we hebben niets meer nodig dan hier en nu met elkaar. Dat is precies wat ik zeg, Maarten. Wat heb ik meer dan dit prachtige uitzicht? Jouw lang heb ik het vlos gemaakt. Alles wat ik meemaak, die moet ik delen met 100.000 mensen. Maar voor, ik ga er gewoon mee stoppen. Echt? Weet je het zeker? Heel zeker. Maar eerst ga ik slapen. Morgen wordt een speciale dag. Een bijzondere dag. Ik voel het. Wel rusten, hè? Wel rusten, Renzo. Jan, die Sukkerberg, hij heeft niets voor. En wat is nu het plan, Bos? De plan is, wij blijven in de gaten houden. Als wij gaan erdoor, wij komen te weten veel van de vrienden. Ik snap er niks van, Bos. Als ik het snap maar. Hé, wat doet het daar? Hoi. Is daar de krokkie? Dat is mijn zaakje. Ga
grijp ze! Hier jij! Hé, hey, blijf van me af! We doen toch niks? Zo te zien hebben jullie iets te verbergen. Wie zijn jullie? We horen bij de Internet Experts. Internet Experts? Volgens mij jullie? Nee, wij kennen ze niet. Dat zegt nothing. We don't know. Hun ook niet. Maar wacht dit, dat Amerikaanse accent. Jou ken ik wel. Jij hebt het veel steeds. Oké, it's me. How do you do, Mark? Het is schande dat je hier bent binnengedrongen. Kijk, dit is mijn grootste concurrent, de baas van Maxel. Phil State. Weet u zeker wie dat met de lift en internet allemaal geweten hebben? Hoe zit het met die opdracht? Oh no, Mark, dat is niet waar. We don't know if een lift of opdracht. Oké, ik geef toe. Wij hadden geen uitnodiging, maar we wilden alleen maar spioneren. Spioneren? Yes, Numoek is de biggest concurrent van mijn company, Maxisoft, vandaar. Maar we hebben de lift niet gesaboteerd. Waarom zouden we? En dat moeten wij geloven. Maak die lift nou maar open. Mijn lift. Maar dat kunnen we helemaal niet. Dan laat ik jullie opsluiten. Oh, meneer Suikerweg, je kunt niet zomaar iemand opsluiten. En dat heeft ook geen zin. En waarom niet? We zitten hier allemaal al opgesloten, toch? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Is iedereen wakker? We zamen voor de overgangsgymnastiek. Kom op, in de beentjes. Zeg, Joop, zie je dat we hier bezig zijn? Meneer Suikerberg, juist nu we weer met z'n allen vastzitten, is het belangrijk dat we in beweging blijven. En het geluk ook voor u, dames en heren. Wie zit er maar? Kom, gaan we even allemaal staan. Als ik zo rondkijk, hebben jullie nog wel deze gymnastiek nodig. Alle mensen in de zaal, in de benen allemaal, kom we maken een begin. Ook al heb je niet zo'n zin, kom maar lekker van je stoel, want je krijgt een goed gevoel. Weet je bang, het is oké, doe maar lekker met ons mee. 1, 2, 3, 4, zegt hij. Ik niet. Ik zeker niet. Mijn hemel, die zegt kletsen maar wat in de ruimte volgens mij. In ieder geval moeten we allemaal goed samenwerken. Meneer Suikerberg, meneer Stage, jullie doen toch wel mee, hè? Vergeet het, Renzel. Ik ga niet samenwerken met de mensen die het allemaal op hun geweten hebben. Ik geloof juist, jij zit hier achter jezelf. It's your lift and no way, ik work samen met jou. Dan zijn we daar al mee. Oei, lift het net gezegd. Ze moeten samenwerken. Aan de kant, wegwezen allemaal. Opgepast, er wordt een hoop kabaal. Het gaat hier knallen met dynamiet. Die lift gaat open of je wil of niet. Hé, hey, dat ruimde eigenlijk best goed, Bert. Dat ruimt geweldig, Gert. Maar nu aan het werk. Als het met dynamiet niet gaat lukken, dan weet ik het ook niet meer.
Zo moeten we die vertrouwde licht toch wel ogen kunnen krijgen. Met of zonder opdracht. Hou op, we weten niet eens wat de opdracht is of wie die heeft gekregen. Voor de lift is het nu toch te laat. Oren dicht, daar gaan we. 1, 2 en 3. Het is er niet, hoe kan dat nou? Ik weet niet, misschien neemt hij 5 minuten bedenktijd. Kom, we gaan kijken. Ja hoor, had even tijd nodig. Moment, wat gebeurt er hier? Oh, niks. Hij was bijna gefixt. Nee, hij rijdt weer eens niet. Ga ons even wassen. 5 minuten. Gert, Bert, wat is dan voor een knal? Ik... Oh, ben jij hier? Waar zijn de klussers? Zijn ze gewond? Oh, no, die zijn wassen zelf. Ah, oké. Ik moet zeggen één ding, Mark. Mooie touw hier hebt gebouwd, her. Ja, dank je. Als ik nou naar beneden kom. Ja, wil ik ook. Ik zou vandaag gaan vissen met vrienden. Dat kan ik wel zeker. Oh, vis je ook dan? Het is mijn grootste hobby. Het is wel even hobby. Als ik werk heb hard, ik heb fishing echt nodig. Ja, hè? De beste ontspanning voor computernuts als wij. Even lekker niks. Geen computers, alleen de hengel en Joe. Staren naar je blubber. Heerlijk. Ja, schitterend. En wat is je specialiteit? Snoeken. Grote snoeken. De mijne ook. Kom, vertel me er alles van. Ik heb er zo'n grote van. Dat is nog niks. Ik... Volgens mijn berekeningen is het levensbehoefte nummer 1. Niemand kan zonder internet. Oh jawel hoor, ik zit nooit op internet. Maar we hadden vroeger toch ook geen internet? En we konden ons ook prima redden. Jullie jongen vergeten wel eens dat je best zonder internet kan hoor. Dat is toch niet te bevatten, een wereld zonder wifi. Ik krijg niet eens berekend hoe verschrikkelijk dat moet zijn. Ja, maar echt hoor, de wereld zag vroeger zo goed uit, niet voor het stellen hoe raar. Dan liep je naar buiten, ja dat was toen heel gewoon. Ging je naar een glazen hok, ja ergens in de straat. Daar was aan de muur een stopmobieltje vastgemaakt. Wilde je iets weten, liep je naar de boekenkast. Keek je in het woordenboek, ja daar vond je het vast. Dan zocht je op alfabet, ging het niet 1, 2, 3. Pakte je een veertje van de encyclopedie. Oh, 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 wij zien het gebeven. Oh, 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 hoe konden ze toen leven? Oh, 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 hoe konden ze toen zonder internet? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is echt waar, het klinkt zo raar. Hoe konden ze toen leven? Het is raar, maar plakte er een zegel op en liep dan het sportief. Na zo'n grote brievenbus, daar stopte je hem in. Na een week, dan kreeg je er eentje van je vriendin. Oh, 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 daar is dit het gebleven. Oh, 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 hoe konden ze toen leven? Oh, 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 hoe konden ze toen zonder internet? Thank you.
alweer de laatste weersberichten. We kunnen elk moment een flinke flensregen verwachten. Maar waar heb je het over, beste man? Het is stralend weer. Ik weet alweer waar het over bent, mevrouw Lures. Je bent weerman of je bent niet. Bovendien, je had deze brieven mogen om me kussen. De opdracht van de lift. Echt waar? Lees voor. Er staat wrijven, vingerknippen, op de bovenbenen slaan en weer terug. En dan doen we met z'n allen en vind zo de zesde letter. Mijn hemel, wat betekent dat? Nou, dat we het gewoon moeten doen natuurlijk. Kom, allemaal op een rijtje. Ja, zo. Ho, wacht. De lift staat duidelijk dat iedereen mee moet doen. Meneer Zuigerweg is een goede gast hoor. Maar moet nu toch echt gaan samenwerken met veel steeds, want... Natuurlijk, Renzo. Huh? No problem, man. Furry is mijn grootste vriend. Yeah. Man, kijk nou. Nou, zullen we maar beginnen? Iedereen klaar? Prachtig, applaus voor jezelf. Wauw, dit klonk als een regenbui. Ik zei toch dat het zou gaan regenen? Moeten we nu misschien de R van regen invoeren? Ja, natuurlijk. Dat moet goed zijn. Dus maar in, Bob. Maar ik snap er niks van, hoor. Als wij het maar snappen, druk maar op de R. Oké, maar dan niet. Hier spreekt de lift. Ingevoerd de R van regen. Jullie hebben het voor elkaar gekregen. Voer nu in het codewoord en wacht dan op mijn akkoord. Ja hoor, de R is goed. Ik denk dat de... Knap gedaan, wat was dan het codewoord? Ik denk dat de R op de lege plek moet. Nou staat er derving, wat betekent dat? Dat maakt het uit, kom, doe het maar in. Maar als het nou fout is? Dan zit hij voor altijd vast. Zonder eten. Nou, dan moeten we elkaar toch gaan opeten. Hadden we al verteld dat we ooit in een film hebben gezien van een vlieggat waarin... Nee! Dus waarin, Bob? Maar ik snap er niks van, Bob. Kom, laat mij maar. D-E-R-V-I-N. Dervin. Hier spreekt de lift. Dat gaat lekker met die stift. Maar toch, Dervin is niet goed, waardoor u allen hier blijven moet. Oh nee, hè? Ja, zeg, krijgen we dat weer. Ik ga hier zitten, het staat niet meer op voordat de stomme lift open is. Ik ook. Oh, zou ik mijn moeder ooit nog zien? Je hebt haar nu al 21 uur, 17 minuten en 3 seconden niet gezien. Oh nee, mami! Hallo daar volgers, dit is mijn allerlaatste vlog. Ja, je hoort het goed, ik stop ermee. Voordat ik naar de G-Tower kwam, heb ik een goede grap bedacht. Ik heb de lift geprogrammeerd om een werkelijk legendarische vlog te maken. Was jij? Tot mij niet! Mijn hemel! Wacht, sorry, ik zal het uitleggen. Dat was mijn plannetje, maar joh, die toren veranderde dat. Jarenlang heb ik mijn leven met iedereen gedeeld. Maar vanaf nu wil ik het graag niet privé gaan houden. Misschien ga ik wel een dag niet bijhouden. Puur voor mezelf. Als je ergens afstand van neemt, moet je dat op een speciale manier doen, toch? Nou, zo heb ik het gedaan. Ik had van alles verwacht. Maar dat jij hierachter zat? Nee. Daarom maak ik het ook op voor meneer Steeds. Je wist er niks van. Kijk, beste boos van mijn vlog. We zaten dus een tijdje vast hier. Helemaal niet erg. We hebben moeten samenwerken. We zijn vrienden geworden. En nu gaat ieder zijn eigen weg. Maar we gaan elkaar missen, toch? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Wat we zeggen tegen iedereen, sorry, best wel sorry. Ik hoop niet dat jullie boos zijn. Nee hoor, mensen wel mooi voor de gek gehouden. Ja, zelfs mij. Nou, dit keer daarom hoger. Maar wat is nou de goede code, Renzo? De code, kijk nog eens goed. We hadden toch alle letters, maar het wordt dus niet Dervin. Ah, ik snap het. De letters moeten in een andere volgorde worden gezet. Precies. Nu staat de vriend. Voer dat maar in. Ja, nu snap ik het zelfs. Ja, hij is open. Ik kan weer bellen. Ik heb weer internet. De camera's doen het weer. Hoera! Yeah.
zaal, dames en heren thuis. U heeft het gemerkt, de verbinding is hersteld. Nogmaals, welkom bij de feestelijke opening van de Dream Tower. Yeah! Dan geef ik nu graag het woord aan Dreambook-directeur Mark Suikerberg. Kijk eens wat ik heb voor jou, Mark. Mijn speech. Maar nee, ik heb nu geleerd dat er belangrijke dingen zijn. Beste mensen, Dreambook-gebruikers uit heel de wereld. Leuk dat jullie live meekijken. Vandaag is een grote dag, een speciale dag. Want vandaag is het de verjaardag van Maartje. Hyper piep! Hoera! Hyper piep! Hoera! Hyper piep! Hoera! Maar dankjewel. Hoe wisten jullie nou dat ik jarig ben? Ach, op zo'n hoge toren weet toch iedereen alles van elkaar? Proficiat, Maartje. Gefeliciteerd allemaal. Hier spreekt de licht voor de laatste maal. Jullie hebben je goed vermaakt en ook nog de code gekraakt. Jullie kunnen weer overal komen. Maar vergeet niet uw jassen, uw tassen, uw vrienden, uw dromen. Beste mensen, kom even op ons staan. We doen het voor de laatste keer. Komt-ie! Hou je ene hand omhoog, steek je andere vooruit. Zwaai dan op en neer en kom dan in het midden uit. Wijs dan maar naar boven, ja precies zo gaat ie goed. Dans nu zoals hij dat altijd doet. Thank you.
Edo. Oh ja, ik heb jullie nog niet verteld dat jullie morgen verborgen komen. Oh, wat ben ik blij dat ik zei hier morgen. Hé, dat is musical. Hartstikke goed gedaan. En we hebben natuurlijk dadelijk eigenlijk nog een naprogramma om dat maar zo te doen. Dus er komt nog van alles gebeuren. Oké, gaan we naar Bob. Nou, dus mooi. Dan wil ik heel graag mijn collega's, de leerkrachten uitnodigen. Dan komt u maar naar voren, komt u maar naar voren. Ja, 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 want ik ga niet alleen doen, we gaan het met z'n allen doen. Op het podium. Bezig, ja. We gaan beginnen, dus luister. Ja, het is allemaal zo. 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 Ja, het is allemaal zo.
Ja, dan kijk, okay. Kom acht. Heeft iedereen zin? Iedereen had rekening. Nou ben ik nog blij dat ik niet op moet ruimen morgen. Heeft al iemand van het bier gedronken, denk ik? Ja. Ja. Kijk, er komen nog twee glazen aan. Er komen de jongens. Ondertussen dat jullie even lekker door eten en drinken, geef ik dan even het woord aan mijn waarde collega. Jongens en meisjes, ik ken jullie nog niet zo lang. Ik ben vanaf maart hier gekomen en toch heb ik al veel van jullie gezien en veel met jullie meegemaakt. Ik zag jullie iedere keer al oefenen. En ik zag al van, duf. Dan was het wat spannend, dan liep ik hier weer achterlangs, moest ik weer weg. Dan waren jullie volop aan het oefenen. Vanavond was de uitvoering voortreffelijk. Echt heel mooi. Maar nu, jullie zongen al iets van, het is raar maar waar is de tijd gebleven? En als je dan het lied hebt, wat wij net zongen waarin staat, ze kwamen binnen met duim in de mond. 8 jaar geleden. En nu zijn het net mensen, sommigen 9 jaar, sommigen iets korter, die zijn later ingestroomd. En dan staan jullie nu op een punt om de school te verlaten. De vertrouwde basisschool, waar je 8 jaar, sommigen langer, sommigen korter, hebt mogen doorbrengen. Je hebt er altijd naar uitgekeken, hè? Van, oh yes, we gaan naar het voortgezet onderwijs. Heel erg mooi. Fijn dat je daar naartoe kan gaan. Dat je kunt gaan naar de school waar je zelf graag naartoe wilt gaan. Voor de ouders is het ook even spannend. Want ja, het voortgezet onderwijs is wel wat anders als de vertrouwde kleine basisschool. Waar je ze altijd nog lekker even naartoe kon brengen. En opeens is dat niet meer. Ze gaan zelf naar school. En een tussenuur? Ja, wat ga je dan doen? Huiswerk maken, super, ik hoor het. Super. De verleiding is ook groot. De verleiding is ook groot om iets anders te doen. Om even ergens heen te gaan en andere dingen te doen. Jullie gaan de grote wereld in. En de grote wereld heeft hele mooie dingen, mooie zaken waar je echt van kan genieten. Maar er zitten ook gevaren in de grote wereld. En dat weten we allemaal. Soms zul je dingen gaan proberen waarvan je weet, eigenlijk is het niet goed. Maar weet dat je altijd weer terug kan naar de weg die het juiste pad was. En je kunt altijd weer terugvallen op je ouders. Daar kun je altijd weer terug naartoe gaan. Je gaat nu de school verlaten. Die gaat het voortgezet onderwijs in. Jullie springen een gat in de lucht. Want het is zover. Geklommen. Jullie hebben gezweet. Je hebt meters afgelegd. Het was soms heet. Stap voor stap, voet voor voet. Blijf ademhalen. De top is in zicht. Dit is nog maar een topje. Want jullie gaan verder groeien. Jullie gaan nog verder de top bereiken.
Soms zal het de top zijn waar de weg moeilijk gaat, waar het weg echt klimmen is. Soms zal het pad geëffend zijn, waardoor het makkelijk zal gaan om bij de top te komen. Ik hoop dat jullie allemaal de goede weg zullen gaan naar de top. Ik zal jullie niet vergeten en ik hoop dat jullie allemaal nog eens een keer terug zullen komen om hier aan ons te vertellen hoe het met jullie gaat. Van school krijgen jullie een boek en dat boek dat heet Mijn Schooltijd. 8 jaar zijn jullie hier op school geweest en dit boek gaat over de wereldgeschiedenis van de laatste 8 jaar. De belangrijkste gebeurtenissen die zijn gebeurd staan hierin. En als je hierin gaat kijken in het boek, dan zul je zeggen, oh ja, dat is ook zo. Dat was toen ik in groep, weet ik, zat. Kijk ernaar, lees het. Voorin staat de handtekening van alle meesters en juffen. Een foto van groep 8 staat er ook nog in. Ik hoop dat jullie hier nog vaak naar zullen kijken en zullen denken aan de basisschool. Het gaat jullie goed op weg naar de top. Mooie woorden. Het laatste gedeelte, het officiële gedeelte van ons als leerkrachten. Ik ben nog eens gaan nadenken. Ik kan zoveel schrijven over deze groep, over elk individueel kind, maar ik heb gewoon geprobeerd elk kind in wat voor mij heel erg toepasselijk voor dat kind was, de 4 kernwoorden te pakken, wat jou meteen in mijn ogen opschrijft. En ik roep je dan ook naar voren, dan krijg je van mij het presentje, nou je hebt gehoord, je krijgt een boek en een foto, en kijk maar wat er nog verder in het tasje zit. De eerste, 4 kernwoorden. Sebastian, vriendelijk, creatief, sterk en bescheiden. Ruben, handig, behulpzaam, creatief en zelfstandig. Naomi, waar zit je? Naomi, 4 woorden voor jou. Tevreden, open, rustig en vriendelijk. Iris Jong. Ijverig, gezellig, alert en je hebt inlevingsvermogen. Kyle, geduldig, vrolijk, rustig en betrouwbaar. Selma, vriendelijk, geduldig, zorgzaam en rustig. Lotte, spontaan, gezellig, gevoelig en sociaal. Zoeken, waar zit je? Als ik kijk niet eens, let niet eens op. Iris, u. Nee, het is jouw beurt. Iris, je bent open, vrolijk, zelfstandig en je hebt daken. Iline, je bent ook ijverig. Je bent geduldig, je bent ordelijk en creatief. Mart, vriendelijk, bescheiden, snel. En je hebt ook daadkracht, jongen. Ja, ik kan beter Gert of Bert zeggen, want dan ben ik nou een beetje gewend. Maar we houden het op Jasper. Jasper, rustig, betrouwbaar, sterk en vriendelijk. Daniek, zorgzaam,
eerlijk. Dat heb ik echt mogen ervaren, ook heel erg. Maar het werd hartstikke mooi, creatief en je wilt verantwoordelijkheid nemen. Vera. Creatief, zorgvuldig, ijverig en zelfstandig. Erwin. Serieus, vriendelijk, rustig en zorgvuldig. Dan. Ambitieus, alert, gevoelig en je wilt verantwoordelijkheid nemen. Rut. Ja, ook jij komt aan de beurt. Bescheiden, betrouwbaar, behulpzaam en zelfstandig. Kasper. Behendig, bescheiden, rustig en heel vriendelijk. Suus. Die is ook zo snel, behoedzaam, alert. En heeft inlevingsvermogen. Benjamin. Grappig. Ja, sociaal, eerlijk en gevoelig. Ja, en zo. Last but not least, spontaan, inlevingsvermogen, sociaal en je wil verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval ons officiële stukje geweest. Ik heb ook begrepen dat er iemand anders zou gaan plaatsvinden, maar ik zie ook allerlei lekkere dingen. Sebastian staat er al mee, zie je dat? Zullen we dat uit gaan delen? Onder als het doel. Helemaal niet bang. Ik zie mensen naar voren komen. Pak hem maar even aan. Ja, kom maar even. Nou ben ik een element, ja. De mic is yours. Ja, het duurt even, maar ik ben geen IT'er, dat zie je wel. Ja, met al dit gezang en al deze teksten kunnen wij als ouders niet achterblijven. We hebben ook een lied geschreven, dus ik zie al die gezichten, maar kom maar even naar voren, dan sta ik niet zo alleen. We zijn er al, kom op, we staan. Het is een tekst, een beetje voor de leerling, een beetje voor de school, van alles wat. In het begin zaten zij nog in klasse. Nu in een kring de school op zijn kop. Eindelijk werd het dus dubbel spannend. Gaat de kroeg slagen of wordt het een klop? De roep zagen ze dus op de mazen. Schreven een story in de Jacqueline. Maar na 4 jaar dezelfde kopie. Hadden zij het toch echt wel gezien. Ze waren de mazen. Maar nu zijn ze anders. Ze kunnen niet chillen in haar restaurant. Zijn nu echte pubers. Dat zullen ze weten. Maar
Iedereen doet het mooi en zijn eigen best. Handbal, voetbal, dat kon ze niet spelen. Compleet met voetbal, dat is een heel lang nest. Zelf buiten school waren ze erg betrokken. Via mobieltjes was er ook veel gepraat. Met de toonrechter die wat te gorten. Met de dragoning nog één overpakt. En ze waren de maten. Maar nu zijn ze anders. Ze kunnen nu chillen in een waar restaurant. Zijn nu echte pubers, dat zullen we weten. Maar zijn ze echt slimmer, of gewoon bij de hand? Op het eind met de bus in Helleusden. Ouderlijk gezag, even zoe. Het was een gezellige, het was wel verloren. Moe en hees lagen zij in de hoek. Natasja en Eduard laat voor dit lukt niet. Linke en Raas zijn even hees. Of kan maken Edo in een selfie. Zonder dat dat zij straks thuis aan de reis. Maar nu zijn ze anders. Ze kunnen nu chillen in een waar restaurant. Zijn nu echte pubers, dat zullen we weten. Maar zijn ze echt slimmer, of gewoon bij de hand? Zijn ook anders is nu echt verlopen. Zelf met samen puur zijn het resultaat. Want wat kunnen wij al zouden zeggen? Dat je dan heel haar onderwijs gaat. Jullie waren de maten, maar nu zijn je anders. Je hebt je ontwikkeld op je eigen niveau. Vakantie, dan de middelbare. Succes op het kader, tonen met VWO. Waren de maten, maar zijn jullie anders. Je hebt je ontwikkeld op je eigen niveau. Nu wordt de vakantie. Dan de middelbare. Succes op het kader. Tot en met VWO. We hebben nog een klascadeau voor alle meesters en juffen als afscheid. Ik heb al vandaag gezegd, dat weet je niet zo van verrassing, maar kun je een tipje van de sluier op de schaduw maar even kopen? Niks. Hij gaat starten. Wij kwamen hier inderdaad met alle kinderen en alle, een aantal ouders hier op een vrijdagavond van school. En alle leerkrachten hebben toen maar weggejaagd. En de kinderen hebben iets heel leuks gemaakt. Ja. Het duurt nog even. Ondertussen hebben wij als ouders, we hadden drie dingen vandaag. Een prachtig lied wat Michael geschreven heeft. De kinderen die wat moois gemaakt hebben. En als ouders hebben wij ook nog een ander cadeau. Mag ik wel even ophalen? En ik had nog eigenlijk even wat ik namens alle ouders wil zeggen. Jongens, meisjes, leerkrachten, familieleden, ouders. Afscheid nemen van de basisschool. Veel dingen deden jullie de laatste dagen voor het laatst.
Voor het laatst in de kring. Voor het laatst eten in het restaurant. Voor het laatst fietsen naar deze school. Voor het laatst tafelen op het schoolplein. Spelen met de jongens en meisjes uit groep 7. Voor het laatst oefenen voor de musical. Met een prachtig resultaat natuurlijk. Na de vakantie gaat er voor jullie heel veel veranderen. Veel dingen ga je dan voor het eerst doen. Voor het eerst naar je nieuwe school. In je nieuwe klas. Voor het eerst vakken die je nu nog nooit hebt gehad. Voor het eerst veel meer huiswerk, troefwerken, SO's en cijfers op het rapport. Ouders en familieleden. Voor sommige ouders is het voor het eerst dat een zoon of een dochter van de basisschool afgaat. Voor andere ouders is dit voor het laatst. En voor enkelen niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. In de voorbereiding voor vanavond met alle ouders kwam dit ook wel te sprake. Ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat wordt er dan gedaan? Wat doen dan de ouders? Hoe ziet vanavond eruit? Enkele ouders, die van voor het laatst, die delen hun ervaringen met die ouders van voor het eerst. En zo gaat dat jaren door. De ouders die dit nu voor het eerst meemaken, zijn over een paar jaar ook ouders die het voor het laatst meemaken. En zo wordt eigenlijk alle ervaring weer doorgegeven. Leerkrachten. Voor het eerst, dit is de eerste groep die afscheid neemt van CWS Anders. Dit is ook voor het eerst dat juf Ada deze school dit afscheid meemaakt. En voor het laatst voor meester Theo. En ook voor het laatst voor juf Joke. Juf Joke heeft al wel heel vaak afscheid genomen van groep 8. Dit is echt de allerlaatste juf Joke. Wat niet voor het eerst is en ook niet voor het laatst, is dat ouders een cadeau aanbieden aan de school. Afgelopen jaren zijn er al heel veel leuke ideeën geweest en mooie originele cadeaus. Dat het lastig is om weer wat te verzinnen. Maar ja, ook zoals elk jaar komen er altijd wel weer leuke ideeën naar voren en zijn er weer een paar hele creatieve ouders die dat weer oppakken. Dit jaar hebben we iets gemaakt wat we aan de muur kunnen hangen. De keuze waar dit komt te hangen, hebben wij als ouders al bepaald. Dat kun je straks ook wel zien. Omdat dit de eerste groep 8 is die afscheid neemt van CBS Anders, hebben we gemeten om ook iets met het logo te doen. En de kleuren van het logo. Daarnaast hebben we iets gemaakt wat ook eigenlijk nog heel leerzaam is. En er zitten wat linken in met een aantal internationale achtergronden van enkele leerlingen. Leerkrachten, namens alle ouders van deze groep 8, heel hartelijk dank voor al die jaren op school. Wie wil het uitpakken? Ja, de juf en ja, laat maar samen. Ben je de oudste leerkracht? Hij is nog steeds de oudste en de jongste nog steeds. Nee, dat heb ik nog wel even gezegd. Mij is heel duidelijk, hè? Nou, hoe doen we dat? Overleggen, samen, hè? Ja, dat is helemaal ingepakt. We hebben heel veel gehoord. Spanning! Ah, dat is wel Ja,
hangen. Ja, maar dat is al bepaald. Ja, kinderen, jullie zien dat natuurlijk niet zo vaak. Dus jullie krijgen straks allemaal nog een hele kleine miniatuur. Die kun je op je magneetbord plakken of op je koelkast. Dus dan heb je ook deze iets heel erg klein. Geef hem meteen een tussenstand en ik zie iets aan de hand.
weet u wat het is? Met dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten, is u weer aan de praat. Hey! Vandaag kwam er een opa hier, die zei ik voel me rot. Ik heb een oude wasmachine, maar nu is die kapot. Als ik hier het deurtje sluit, maakt hij daar zo'n raar geluid. En iedereen die ruikt zo fris van kruid naar kattenvis. Meneertje, niet getreurd, want u bent nu aan de beurt. We maken hem ook aan de achterkant. Kijken dan naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand. Er is iets aan de hand. Weet u wat het is? Dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten, is hij weer aan de praat. Hey! We kunnen alles maken, Gert en Bert. We kunnen alles vragen, Gert en Bert. We zitten nooit te varen, Gert en Bert. We zullen nooit je zaken, Gert en Bert. We kunnen alles fixen, Gert en Bert. We zitten nooit te niksen, Gert en Bert. We kunnen alles malen, Gert en Bert. We zitten nooit te malen, Gert en Bert. We maken hem op aan de achterkant. Kijken naar de binnenkant. Geven meteen een tussenstand. Er is iets aan de hand. Weet u wat het is? Met dit apparaat is iets goed mis, maar het is nog niet te laat. Want in vijf minuten. We zijn hier verzeld, oma maak ik niet mee. Was ik maar thuis gebleven op de bank bij de tv. Ik wil zo graag naar huis, het liefste nu meteen. Is er dan echt iets aan te doen, moet ik hier echt doorheen? Wat een frustratie, we zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie, we zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie, op deze topaccommodatie. Heeft er iemand inspiratie, heeft er iemand een idee? Zat ik maar in mijn stoel, mijn lieve poes op schoot. Of smeren in mijn keukentje fijn pindakaas op brood. Of voed ze in mijn tanden, of voeden mijn konijn. In plaats daarvan zit ik hierboven waar ik niet wil zijn. Wat een frustratie, we zitten vast op een locatie. Het is een rare situatie, we zitten mooi in de puree. We hebben geen communicatie, op deze topaccommodatie. Heeft er iemand inspiratie? Heeft er iemand een idee? We zitten echt in de puree. Nu is iets van Kast op tv. En ik het weer in een schuldeen. En ik moet echt naar de wc. Wat ruik ik is dat diarree? Kom dan maar even met ons mee. Draai de knop op 3. Hey, hey. En pak maar je gitaar. Hey, hey. Laat alle mensen zien. Hey, hey. We zijn hier in gevaar. Drum zo hard je kan. Hey, hey. En maak een flink kabaal. Hey, hey. Ik heb een beter plan. Hey, hey. Voor jullie allemaal. Dag beste mensen, we zijn hier boven. Naar beneden, naar beneden. Wie wil hier naar beneden? Zwaai dan met ons mee. Dit is een festival. Wie wil hier naar beneden? Zing dan maar voor twee. Dit is geen carnaval. Dit is geen coole band in een hele grote hal. Nee, dit is geen mooie show. Dit is een noodgeval. Oh.
schreeuwen. Hé, hey, hé. Om lekker los te gaan. Hé, hey, hé. Maar er zijn alleen maar meeuwen. Hé, hey, hé. Als we hier zo blijven staan. Dag beste mensen, we zijn hier boven. Maar we willen naar beneden.